President Bouterse en minister Tjodkan benadrukken belang infrastructurele werken. Het rehabiliteren van een weg brengt vele voordelen met zich mee. Infrastructurele werken vormen een goede basis voor deze en komende generaties. Dit was de rode draad van de toespraken van de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Tjodkan, en president Desiree Bouterse op vrijdag 14 juni 2019. Zij spraken bij de ceremonie rond de herstart van de bestratingswerkzaamheden van de Krappahoeklaan te Henaar in het district Nikeri. Met een stabiele weg komt er ontwikkeling en upgrading van het woongenot. Ook ondernemers zullen geen andere keus hebben dan te investeren. En ieder heeft volgens minister Tjodkan een verantwoordelijkheid. Samenwerking is daarom van enorm belang. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.